Dit is echt perfect. Dit is perfect. Myron is Milan aan het afleiden. Nou, bro. Knol power. Hallo dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is Myron. En ik ben nog een beetje moe. Het is nu 7:45 in de ochtend. En over een kwartiertje moeten we in Utrecht zijn. Bij de Amersfoort. Oh, ik dacht Utrecht. Nou, zo ben ik er dus bij. Helemaal top. We moeten dus in Amersfoort zijn over een kwartiertje. Bij de orthopeed. Die gaat eventjes kijken naar mijn knie. Waar ik een paar dagen geleden een MRI-scan voor heb laten maken. En dan voel ik me niet zo lekker. Gisteravond ook al niet. Ik had ook de vlog afgesloten met ik voel me niet zo heel erg lekker. Voel me niet helemaal fit. Nu heb ik precies hetzelfde. Dus ik zie er misschien een beetje kaki uit. Maar goed. Ik moet er wel heen. En ik wil weten wat er met mijn knie aan de hand is. Dus gaan wij nu naar Amersfoort. En komen we er straks hopelijk achter. De orthopeed gaat als het goed is wat stabiliteitstestjes doen met mijn knie. Om te kijken hoe sterk die is en hoe stabiel. En dan op basis daarvan wordt er waarschijnlijk een beslissing gemaakt of ik moet geopereerd worden. Of het wordt met behulp van fysio steeds beter, sterker en de pijn gaat weg. We zullen het zien. Best wel spannend dus. Nou, ik hoop dat je mee mag deze keer. Denk het niet. Het zal wel chill zijn. Maar ik ben bang van niet inderdaad. Nee, zit ook wel iemand daar zo. Oh echt? Alweer koorts te meten. En hoesten. En ja. We moesten onze Hansen infecteren. Ja, ruikt lekker. Ja. Ruikt dat? Ja. We moeten nu eventjes wachten, maar zo te zien mag je mee. Nee, ga maar zitten. De dame, eerst. Ik had een vraagje om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja. Ik had bij de MRI-scan ook al gevraagd of ik een fotootje mocht maken of een stukje mocht filmen. Maar ik mocht niet met mijn telefoon in de buurt van die MRI-scan. Oh ja, nee, dat is lastig, hè. Dus dat is het ijzer. MRI is een grote magneet, hè. Dus dan... Dus ze zeiden, nee, je mag echt niet verder dan het kleedkamer filmen. Ja. Dus dat was voor mij... Hier mag het wel. Oké. Ga ik eerst even kort vertellen wat je wel en wat je niet hebt allemaal. En op basis daarvan wil ik nog wel even het verhaal van je horen natuurlijk. Het lichaam op onderzoek doen en dan tot een conclusie ook met je komen natuurlijk. Heel kort gezegd heb je je achterste kruisband deels dan wel volledig ingescheurd / afgescheurd. Je achterste kruisband. Dat dacht ik ook al. Ja, dat is belangrijk, hè, want er is verschil tussen je voorste en je achterste kruisband. En je achterste kruisband die kun je afscheuren bij... een overstrekking, of die kun je afscheuren bij als je een auto-ongeluk hebt en met je knie hard tegen het dashboard aanknalt. Daar zien we aanwijzingen voor. Oké. Nou, en dan moet je niet meteen schrikken en in de stress schieten daarvan, want dat is over het algemeen iets wat niet geopereerd hoeft te worden. En waar je ook goed van kan herstellen. Ik denk dat... Het is belangrijk om meteen even die bocht te nemen en dat te zeggen tegen je. We deden een spelletje. We hadden ballonnen om onze enkels gedaan. Ja, maar je ziet het hier. Ja, daar. Ja. Dat is het moment, zeg maar, waar dat het zie gebeurt. Je ook wel inderdaad. Op de MRI zie je dat terug. Je ziet een botkneuzingspatroon. Dus je ziet een kneuzing in het bot. En die achterste kruisband zit aan de achterzijde hier van je knieën. Als je dit is je scheenbeen, hier zit je kuitbeen, dit is je bovenbeen. En dan zit hier je knieschijf. Dan zit hier in de knie zit je voorste kruisband. Ja. En hierachter zit je achterste kruisband. En die zorgt ervoor dat je eigenlijk niet kan overstrekken. Hè? Dus als je dit doet, zo deze beweging, dan komt er hier spanning op te staan. Nu heb je dit gedaan. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Dus is er hier veel spanning op gekomen en is een deel in ieder geval van die band is afgescheurd. En een deel staat ook nog wel, dus zo lijkt het op de basis van de MRI. En wat er dan ook gebeurt, is dat deze botdelen hier aan de voorzijde, die slaan tegen elkaar aan. En dat zie je ook heel duidelijk zo meteen terug op die MRI. Dat ga ik je zo nog laten zien. Okay. Dus dat is wel belangrijk, die pijn die je aan de voorzijde ervaart. Er zit een botkneuzing daar aan de voorzijde. En ja, dat zal echt nog wel misschien wel een aantal weken / maanden zal dat aanwezig zijn. Wijs eens aan waar je pijn ervaart. Dat is gewoon hier. Nu zie ik eigenlijk niet zoveel vocht in die knie zitten. Het kan wel zijn dat geweest is. Is het pijnlijk dat het doet? Ja, het voelt niet fijn. Nee.
Bij deze voel ik gewoon een sterke goede knie en bij links heb ik zoiets van... Ja, kijk, je ziet dat die voet iets meer van tafel komt, hè, dan dat het hier komt. Hier voel je een wat vaster eindgevoel dan dat je dat hier voelt. Ja. En je kan ook een beetje overstrekken. En dat komt dus omdat je kruisband niet goed aanslaat aan de achterzijde. Op het moment dat die wel goed aanslaat, dan voel je dat hier dus dat je daar dat vastere eindgevoel hebt. Okay. En het testen van zo'n achterste kruisband is ook nog niet het meest makkelijke. Omdat die vaak gaat je onderbeen gaat een beetje uithangen ten opzichte van je bovenbeen. En normaal gesproken houdt die achterste kruisband het op gelijk niveau als dit je bovenbeen is en dit je onderbeen. Ja. En dan kan dat nu wat naar achteren gaan uitzakken. Okay. En dan wat je dan nog even op je voet zit, even helemaal ontspannen. En je voelt dat hij een beetje naar voren kan bewegen vanuit die achterste positie. Maar het is ook niet dat ik hem helemaal naar voren trek en dat hij heel erg ver uithangt. Het naar beneden uithangen van je been vind ik wel meevallen. Okay. Dus dat is wel een signaal dat er in ieder geval nog wel wat van die kruisband, de achterste kruisband, intact is. Hè? Dit is je knieschijf, dit is je bovenbeen, hier zit je scheenbeen en dit is je kuitbeen. Dus we kijken dan vanaf de zijkant op de knie. En gaan die plakjes zo van buiten naar binnen. Maar dit is een foto van de zijkant? Ja, dit is vanaf de zijkant. Dit is mijn knieschijf. Dit is je knieschijf inderdaad. En dit is je kuitbeen. Dus dit is dan de voorzijde van de knie. En dit is de achterzijde van de knie. Ja. En dan scroll je zo langzaam van buiten naar binnen. En dan zie je hier de buitenmeniscus aan de achterzijde. Dit is de buitenmeniscus aan de voorzijde. Nou, dat ziet er gewoon keurig uit. Daar zien we geen afwijking aan. Okay. Scrollen we verder, komen we hier je voorste kruisband tegen. En... dit is je achterste kruisband. En dan zie je dat er nog steeds wel een mooi deel staat. Maar je ziet ook dat die niet helemaal mooi hier is. En dat die hier echt wel wat onregelmatigheid vertoont. Komen we hier bij je binnenmeniscus. Binnenmeniscus aan de achterzijde. Binnenmeniscus aan de voorzijde. Dat ziet er gewoon keurig uit. Zo moeilijk zie je dat dus. Zelfs met een MRI-scan is het nog niet echt perfect te zien. Zeg maar. Maar wat je nu gedaan hebt, hè, is dat die knie die heeft een overstrekking gemaakt. En dus dit gedeelte heeft daar tegen aangeduwd. Dat is niet fijn. Al het witte op deze opname is vocht. Dus je ziet dat vocht in je bloedvaten zitten. Dat hoort er natuurlijk te zitten. Maar als we dan kijken, dan zien we hier zien we weer de knieschijf. Nou, de radioloog heeft een paar mooie pijlen bijgezet. Hè. Dit is de afwijking hier aan die achterste kruisband. En je ziet ook dat hij staat net niet mooi. Hè. Dus er zit wel wat instabiliteit subtiel, want hij doet echt nog wel wat. Maar hier komen we op het punt waar we het net over hadden, die botkneuzingscomponent. Al het witte is vocht en dit gedeelte heeft dus daartegen aangeduwd. En dat is dus de afwijking. En besef dat ik gewoon het spelletje heb afgemaakt en heb gewonnen. En uiteindelijk... Ook nog? Ja. Kijk. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Ik weet niet hoe verstandig was. Ja. Schitterend, ja. Maar goed, dit is wel interessant om te zien. Ja, dus mochten mensen denken dat je je aanstelt, nou, dan is dit het bewijs dat het absoluut niet zo is. Nee. Mocht er enige twijfel over zijn, zeker niet. Nee, en dit geeft ook wel dus weer hoeveel kracht er opgekomen is. Ja, apart. Ja. Ja, je trapt ook vol op de grond. Ja, je wil gewoon dus volledig die bal kapot, of die ballon kapot trappen. Ja. Dus dan ga je volledig trappen. Maar het was gewoon puur het enige reden waarom dit is gebeurd... is omdat het op zand was. Ja, in die kuil. Het was een kuil. Ja. En dat was het. En ik trapte in die kuil, waardoor mijn voet niet recht kwam te staan, maar gewoon schuin. Dat is de enige reden. En dat is gewoon zo lullig dat het gewoon. Dat ik trapte in die kuil en daardoor ging ik zo naar voren. Maar het was heel gek, want op het begin deed het zoveel pijn. Lag ik op de grond, dat zag u net ook. En dan pakte ik mijn knie vast en schreeuwde ik een beetje. En dat was ook een beetje het gekke. Dat er werd inderdaad ook al gezegd door een paar mensen van Enzo die. Schreeuwt, ligt op de grond van de pijn. En 5 minuten later maakt hij het spelletje af en wint hij. En 3 dagen later is hij in het trampolinepark. Dus er is niks met mijn knie. Maar het voelde wel heel gek. Dus je kan nog best wel veel met een knie. Ook al blijft de pijn. Alleen wordt het niet erger. Dat is het verschil tussen die voorste en die achterste kruisband. Met die achterste kruisband kun je redelijk wegkomen. En kan je nog best wel het een en ander doen. En dan vervolgens kom je er pas maanden later achter dat dat gebeurd is. Okay. Maar wat je kan overwegen dan is om een brace te gaan dragen. Maar dat is niet een hele comfortabele brace. Maar is dat ook niet heel sexy? Nee. Nee. Dan heb je het over dit soort dingen. En die brace, deze, duwt het onderbeen naar voren. En dat heeft eigenlijk alleen zin om dat in de acute fase te doen. Dus ik heb gisteravond nog een film gekeken met robots. En dat lijkt er wel een beetje. Ja. Ja.
ik ga wel even de aanvraag voor de fysio schrijven. Dat dacht ik ook al van. Ik denk dat je gewoon lekker naar de fysio moet gaan en met hem ook gaan het overleggen wat je wel en niet kan doen. En dan maar kijken. Ja, kijk, als je zelf een goed gevoel hebt bij die brace en ook echt wel denkt van ja, daar kan ik in de komende weken, maanden, 6 weken kan ik me daar ook goed mee uit de voeten. Dan kan je dat overwegen. Maar ik ben er niet heilig van overtuigd dat het grootste verschil gaat maken voor je. Okay. Nee, en ik denk ook gezien jouw activiteit en gezien de komende weken met mooi weer en dat soort dingen, dat jij dat echt niet... Tuurlijk, als het echt moet, dan hou je het vol. Want het is natuurlijk voor lange termijn, het is niet dat alleen voor deze zomer. Alleen als ik ga kijken naar wat ik nu allemaal heb gedaan en dat het niet heel veel erger wordt in de zin van één wieleren, de elke keer af... Vallen, die klappen vangen, weet je wel, dat soort. Nou, iedereen heeft het gezien natuurlijk in de Je hebt best wel veel dingen gedaan. Best wel veel dingen Gisteren gedaan. Gisteren nog van het dak in het zwembad gesprongen. Keurig. Gelukkig in het zwembad. Ja. Dus als ik dat ietsjes. Dus dan moet jij me af en toe even tegenhouden. Ja, dat probeer ik toch, maar dat lukt toch niet. Dus als je me af en toe even tegenhoudt, dan. Aanpassen van je levensstijl is dan wel belangrijk, ja. Nou, in de komende periode in ieder geval. Ja, hij maakt hem weer kapot. Nee, toch? Nee. Oh. Nee, dit gaat gewoon nog even. We zijn ook makkelijker in de kijken als je... Maar als je aan de andere kant even echt recht maakt, nu, en dan overstrekt, zeg maar, dan moet je even aan de achterkant kijken, dan zie je dus wat er daar op die achterste kruisband gebeurt. Dan komt daar dat kan je wel kapot maken. Ja, dat is gewoon deze spanning die erop komt. Hier zit dan een scheur in. Ja. Ja. Dus dat is zeg maar dit. En dan gaat hij gewoon die kant op. Eeuw. Ja, dat was ook echt niet fijn. Alleen nu heb je het onderbeen boven. Ja, moet zo. Ja, en ik heb ook al die schroeven niet natuurlijk en zo. Oh. Nee. Hou er zo, zou ik zeggen. Ja, ja. Dat zou ik zeker zo houden. Ja, moet me tegenhouden. Ik moet me gedijst houden. Ja, je mag niks geks doen. Nee. Nou, de deur is los. Oké, dat was het bezoekje. Nou, eigenlijk... prima bezoekje. Ja, toch? Ik ben wel blij, toch? Ja, ik ben wel blij. Geef eens even een knuffeltje. Even 7 seconden knuffelen. Oh, nee, 7 seconden. Jawel, even 7 seconden knuffelen. Want het maakt een stofje aan. 7 seconden knuffelen heb ik ooit geleerd van een hele slimme, intelligente vrouw. Ja, dit is lekker. Ja, 7 seconden gaan we. Ja, zo kan die wel, ja. Ik heb ook de brief laten. Oké. Ja, de brief die moet je wel meenemen, hoor. Die brief is belangrijk. Maar dit was dus, mensen. Ja, ik hoef er verder volgens mij niks aan toe te voegen. Ortepeet heeft het volgens mij helemaal duidelijk uitgelegd. Hele aardige man. En hier gaan we het maar mee doen. Op zoek naar een fysio. Dat moet ik nog wel even doen. Dus ergens in de buurt van Zeist moet ik gewoon bij de fysio een afspraak maken. En dan daar zo snel mogelijk heen. En dan even kijken hoe en wat. Nou, oké, geen operatie. Nice. Heel nice. Dat vind ik wel, daar heb ik wel eng gevonden. Snap ik. Ja, operatie gewoon niet prettig. Ik bedoel, wie wil nou graag geopereerd worden? Ja, als je echt heel veel pijn hebt en je weet dat het daarna veel minder is. Ja. Maar ja, ik heb wel pijn, maar niet heel erg pijn dat ik denk van, ik moet meteen geopereerd worden, want het is niet goed. Oh, nou, dat was hem dan. Hey, goedemorgen. Nou, we zijn er geweest. Ja? Hey, ja, en ik heb eigenlijk even een vraagje. Vertel. Want ik moet geopereerd worden. Ja. Maar ik heb wel iemands kruisband nodig. Nou, neem hem op. Ik zou graag die van jou willen hebben. En waarom zo specifiek die van mij? Nou, kijk jouw lange benen. Ik kan wel een stukje vanaf. Ja, dan loop je wel heel raar op een gegeven moment. Nee, gekheid, ik hoef geen operatie. Super chill. Maar hij is wel flink ingescheurd, bijna afgescheurd. Ja, hij heeft wel zijn eigen kneuzingen en vocht en zo. Nee. Dus ja, mijn verzoek en ook van de kijkers of jij alle gekke stunts de aankomende weken wil doen. Zeker, natuurlijk. Happy voor te zeggen en ik doe het. Oké, top. Nou, we hebben een stuntman gevonden, dames en heren. Het is Lars. En Lars en ik gaan een tuigje bestellen, want we moeten namelijk... En zo gedijst houden. Ja. En geen gekke dingen doen. Ja, dus we moeten nog gewoon aan de ketting. Jij denkt tuigjes, tape, sponsor van in zijn mond. Dat hij ook niets meer kan zeggen. Dan, want hij kan hem moeilijk stilhouden. Ja. Nou, jullie horen het. Ik word helemaal goed verzorgd hier. Nergens om me druk over te maken. Mees die is aan de rijlessen. Super nice. Hij is echt lekker bezig. Zullen we gaan wakeboarden? Echt een top idee.
We hebben net wetsuits gehaald. Ons idee was namelijk om achter de Lamborghini Urus van mij, om daarachter te gaan wakeboarden. Maar dat kan ik wel doen. Ja, dat is prima. Jij mag het doen. Maar dat is het idee. Maar we moeten nog even een plek vinden waar. Maar goed. Sowieso kan het volgende week. Want volgende week hebben we iets heel leuks op de planning staan. Wat dan? Wat gaan we volgende week doen? Nee, weet ik niet. Wel. Oh ja, oh, ja, volgende week wordt leuk. Yay. Dan hebben we iets leuks op de planning staan. Ja, ik was het vergeten, maar ik ben nog steeds niet helemaal fit, mensen. Ja, ben ook een beetje verkouden aan het worden. Maar wat wil je doen? Want we kunnen wel even naar buiten, gewoon even een wandeling of zo. Is wel goed voor je, hoor. Wandeling is helemaal niet goed voor mijn knie. Maar gisteren vond je het ook leuk. Ik mag niks meer doen met mijn knie. Je vond gisteren mijn... Jij moet me verzorgen, je moet drinken halen, je eten. Nee, helemaal niet. Dat kan je wel en ik mag helemaal niks. Ik mag er niks meer doen. Ik ga gewoon genieten van het leven. En stilzitten. Nee. Je handen markeert nog niks. Ik weet niet wat we gaan doen, maar ik voel me gewoon niet zo lekker, joh. Maar het komt omdat je nu in deze modus zit. Je moet even gaan douchen. En even misschien scheren, dan voel je ook altijd wat lekkerder. Scheren? Ik heb helemaal geen haren daar. Wel. Een beetje. Maar kijk Lars en kijk mij, dan heb ik geen haren. Wauw! Auw, wat doe je? Oh. Je gaat er niet in mijn baard trekken. Lars weet hoe naar dat je is. Je zei toch dat er geen haren zaten? Ja, nee, je hoeft niet te doen. Sorry. Jeetje. Man. Maar ik zou gewoon even douchen, even fris maken. Want je zit nu in zo'n mode van, ik voel me niet lekker. Terwijl... je geen koorts hebt, je hebt geen hoofdpijn, je hebt alleen een beetje buikpijn. Dus mijn knie is kapot. Mijn knie is kapot. Hij afgelopen doet dagen, het niet meer. Mijn knie doet het niet meer. Gisteren nog van het dak gesprongen in het zwembad. Maar ineens doet hij het niet meer. Is hij kapot, ik kan niks meer. Ja, maar dat is als je het horen krijgt van de orthopeed. Dan moet je gewoon naar luisteren, weet je. Waarom dus, luister je niet? En de orthopeed zei nog, laat je verwennen. Ja, dat is prima, tot zekere hoogte. Nou, in ieder geval, ik ga even lekker gamen, denk ik. Oh, het wordt vandaag 26 graden, mensen. Ja, gaat lekker gamen. Gamen. We gaan naar buiten. Ja, maar ik ga wel gewoon heel even YouTube lekker afstruinen en zo. Gewoon even muziekje luisteren. Een beetje Lars afleiden van zijn editen. Ga hardlopen. Dat gebeurt er inderdaad niet. Ga je hardlopen? Ja, of fietsen. Oh, ik wil zo graag mee, maar... Nee, hou je mond. Wat jammer. Hier, je koffie. Ik zal het even naar je toe brengen. Ja, dankjewel. Top. Thanks. Lekker. Nou, wat ga je doen? Hardlopen. Jij gaat hardlopen en ik moet mee. Nou. Ik bood aan om mee te gaan. Ja. Maar ik wilde op de elektrische fiets, maar die is niet opgeladen. Dus nu moet ik nog gaan fietsen ook. Maar je kan ook op een bord, als je heel graag niks wil doen. Nee, ik ga wel op de fiets dan. Hè? Ik heb nog mijn koffie zelfs. En ik ga gewoon lekker fietsen, joh. Hè? Ik heb al lang niet meer op gefietst. Ik heb hier heel lang niet op gefietst. Ik was gewoon vergeten wat eigenlijk dat het voor mij was. Oké, mijn koffie is op. Dan kan ik wat beter focussen en mijn handen aan het stuur houden. En Myron een beetje gaan drillen. Hè? Kom op! Ja, dan met die dikke billen! Kom op, Myron! Oh, ze krijgen echt spijt van dat ik heb aangeboden om mee te gaan. Sta je nou al stil? Waarom nou? Rennen! Hup, hup! Het is groen! Kom op! Hey, afsnijden doen we niet, hè? Ik heb nu al last van mijn keel. Ja, mooie route hoor. Top. Wie gaat er nou rennen voor zijn lol? Even serieus. Ik vind rennen echt niks aan. Maar ik heb wel respect voor de mensen die rennen. Want het is echt zwaar. Het is echt vermoeiend. Conditioneel gezien is het knap. Alleen het is niet goed voor je knieën, hè, Myron? Anders... Voor je enkel ook wel hoor. Voor je enkel, voel je die? Ja, maar dan moet je even doorheen, hè? Ja, dan moet je even doorheen. Oh, knietje, gaat het goed? Ja, gaat goed. Ik heb zin om wheelie te doen op deze fiets, maar daar heb ik twee handen voor nodig, helaas. Hè? Wap. Misschien als ik dit vasthoud, kan ik zo'n wheelie doen. Even kijken hoor. Wow. Oh, mijn stuur ging helemaal scheef. Ja, mijn stuur zit een beetje los. Oh. Hé, hey, een duif. En een koewiet. Kom op, Myron! Woo! Hoeveel kilometer ga je? 5? Ja. Oké. Myron gaat 5 kilometer. Wat, dan moet ik ook 5 kilometer fietsen? Jeetje. Shit, hé. Kijk hoe langzaam je fietst. Ja, daar heb ik me niet voor opgegeven.
Hoe jij ook op die fiets zit. Alsof het je eerste keer in 10 jaar is. Ja, ik fiets niet zo vaak, nee. Hoe lang doe je over 5 kilometer? Binnen een half uur. Oh, oké. Okay. Nou, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Is de rest van de route net zo mooi als dit? Nee, de rest van de route is nog erger. De rest van de route is erger. Oh, want dit vond ik echt wel een mooi stukje om te fietsen. Als je gaat hardlopen, doe je altijd dezelfde route? Ja. Altijd dezelfde 5 kilometer? Nou, hier wel, omdat ik niet echt een andere route ken. En dit is wel echt mooi door het bos. Oké. Okay. Dus dat. Nice. Hey. Zo, dat was een mooi shot, hè, mensen. Ja, ja, ik ben gewoon helemaal naar voren gefietst om dit shot te maken. Woo, let's go! We gaan meer mooie shots maken. Let's get it. Pikachu, lig je daar helemaal zo in de bosjes? Nou, kom maar hoor. Als we nu het bos uit zijn straks, dan ben ik ongeveer op de helft. Op de helft? Ja. 5 kilometer lang, joh. Jeetje, echt respect. Ik zul je altijd zien dat je op zo'n moment, net als je weg bent van huis, moet poepen. Ik zie daar nog iemand rennen. Gaan we hem pakken? Nee. Nee? Ah, jammer. Oké, we gaan wel naar rechts. Oh. Ik zie wel plekken hierdoor in Zeist die ik nog nooit heb gezien, joh. Dat is wel nice. Het is eigenlijk wel een hele mooie buurt, dit. Hoe voel je je nu? Nog goed nog. Ja? Klein beetje zijsteek. En dan komt dat ik net nog koffie heb gedronken. Oh ja, dat was misschien niet handig. Maar wel lekker. Nou, je gaat goed, Myron. Ik ben trots op je. 50 meter. Nog 50 meter en dan zit je op 2,5? Ja. Nice. Ik was ook echt wel even aan pauze toe. Ja, 2,5? Ja. Ga je even rekken? Ja, ik heb heel erg zijsteek. Zijsteek. Je moet wel meer tegen mij gaan praten hoor. Normaal heb ik muziek op. Oh, ik zou je meer aanmoedigen, ja? Nee, gewoon praten. Oh, gewoon praten. Oké. Oké, is goed. Want nu, normaal gesproken heb ik muziek en dan zit ik volledig in de muziek en nu kom ik totaal niet in mijn focus. Nee, je moet in het ritme komen, hè? Ja. Oem, tuk, tuk, oem, tuk. Tuk, tuk, tuk. Komt goed, ik ga je helpen. Ja, daarvoor ben ik, om je te helpen. Even lekker rekken. Je mag mijn bagagedrager wel gebruiken om mijn benen te rekken. Ja, die heb je normaal niet, hè? Nu kan je daar geen lekker gebruik van maken. Ik vind het wel erg knap, hoor. Ik zou het niet kunnen. Echt niet. Hey, ik heb een kapotte knie. Nou, kan je niet. Nee, serieus. Ik heb hardlopen nooit leuk gevonden. Echt niet. Ik vind voetballen heel leuk en met voetbaltraining moesten we echt superveel conditie altijd doen. Dus moesten we toch even gebruik maken van het bagagedraagje. Ja, ik hou hem goed vast. Maar met voetballen moesten we altijd superveel conditie ook. Dat vond ik niet erg, want dan wist ik gewoon, we gaan voetballen, het is met een bal. Maar gewoon in je eentje hardlopen, ik weet niet of ik dat ooit leuk ga vinden. Ja, maar dat is zeg maar met hardlopen altijd, de eerste paar keer vindt nooit iemand leuk. Omdat hardloopconditie moet je echt opbouwen. Ja. En ik heb die nu ook nog niet weer terug, want voorheen, voor een half jaar geleden, voordat ik mijn enkel zeg maar afscheurde, kon ik echt makkelijk 10 kilometer lopen zonder tussendoor te stoppen. Ja. En dat kan ik nu echt niet meer. Tenminste, ik zou het misschien wel kunnen, maar het is echt niet goed voor mijn lichaam. Dus ik moet echt weer een beetje opbouwen. Dus daarom nu 2,5 kilometer, even rekken, even stilstaan en dan weer 2,5 en als ik terug ben weer even rekken. Ja, maar dat is goed. Ik ben er ook voor, ja. Ik coach jou en ik geef je tips. Jij hebt ook mijn schema geschreven, toch? Ja, ja, ik heb jouw schema uitgeschreven. Nee, maar ik maak ook shots, hè, zodat je kan zien hoe je loopt. Dat is ook belangrijk. Ik loop als een schaatser. Ja, je moet gewoon lekker lopen. Ik loop helemaal zo aan mijn kont altijd naar achter. Ja, jij waggelt. Ja, als een eentje. Als een schaatser. Nee, als een eentje. Jij rent als een eentje. Bedankt. Ja, maar dat is een compliment. Ik hou van eentjes. Ja, maar... Top hoor. Zo, rek nog eens beneden. Dan. Nou, ik zag mooie rugspieren volgens mij. Kijk, hier zo'n beetje. Kijk, oi. Ja, dat vind ik echt mooi. Normaal gesproken vind je dit nooit mooi, rugspieren. Ja, maar zoals jij het hebt, is gewoon top. Super. Serieus. Ik heb iets interessants voordat we gaan. Ja, de bel kapot. De binnenkant van de bel. Voor de mensen die zich afvragen hoe dat eruit ziet.
Het ziet er zo uit. En nu belt hij ook niet meer, wat raar. Hè? Hoezo doet hij het niet meer? Maar zo ziet een bel eruit, mensen. Van de binnenkant. Kijk, nu belt hij wel weer. En het is gewoon even leuk tussendoor om te laten zien, weet je wel. Ik moet poepen trouwens, heb ik dat verteld? Ik hoorde dat al. Maar het is beter dat jij moet poepen dan dat ik moet poepen. Oh ja, jij moet poepen dan? Ja, dat is echt kut tijdens hardlopen hoor. Ja, wat doe je dan? Nou, dan kun je bijna niet meer lopen. Doe je het niet op je hand en gooi het weg? Nee. Maar serieus, er zijn sommige hardlopers die gewoon wc-papier meenemen dan, hè? Ja? Gewoon in bosjes gaan. Ah, tuurlijk. Ja, waarom niet eigenlijk? Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar het is wel heel kut, want bijvoorbeeld als je een halve marathon loopt en je moet na 10 kilometer poepen, wat doe je dan als je midden in de natuur bent? Ja, ik zou gewoon inderdaad ook even poepen. Je kan niet, als je teruggaat, ben je net zo ver bezig om weer terug te gaan. Ja, dat is waar. Dus dat is echt kut. Maar goed, je praat nu al te lang. We moeten door. Nee. Jawel, ik vind dat je door moet. Marvin! Kom! Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hup, 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 hup. Lekker. Tuk, 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 tuk. In de maat. Tuk, 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 tuk. Nee, kom op. Jij kan dit, je kan dit. Waar wil je het over hebben? Over, oh, RuneScape. Ik had vroeger een RuneScape-account. Hoezo niet? Ik had vroeger een RuneScape-account. Die heette Mage You Die. En dan Mage Spatie You Spatie Die 24. Wow. En ik was altijd supergoed in, in niks. Of je kon iemand lokken, de wilde je. Kijk, het zal gewoon doorspoelen. Hoe? Doorspoelen? Ik moest toch praten tegen je? Dingen vertellen? Iets wat ik interessant vind. Iets wat je interessant vindt? Oh, oké. Ja. Ik had laatst schaatsen gezien. En ging heel... Alsjeblieft. Oké. Zou ik jou vertellen waarom de aarde draait? Alsjeblieft, ik vind het echt irritant. Oh, sorry. Oké. Hoe kan ik je helpen, maar... Ik heb het verpest. Ik heb het verpest. Ik heb daaruit de concentratie gehaald. Maar ik weet niet hoe ik moet helpen. Marvin, kom op. Ik ga dat afmaken. Oké, Marvin heeft muziek aangedaan. Dat is beter voor haar. Oh, 4.97. Let's go, Myron. 4.98. Let's go! A few moments later. 5! Er staat op 5! De 5 kilometer zit erop. En de laatste 2 kilometer heb ik je wel goed afgeleid, toch? Ja, dat was gewoon chill, maar dan ben je gewoon serieus. Ja. De laatste 2 kilometer heb ik gewoon goed gesprek gevoerd met Myron. En lekker veel uit mijn nek geluld. Maar dan zeg maar niet over RuneScape of spelletjes of zo, maar gewoon over het leven. Ja, precies. Over keuzes. Over keuzes. Keuzes in het leven. Maar gewoon iets waar jij mee zit of zo, dat je dat dan even neergooit. Dan kan ik ook tijdens het lopen een soort van meedenken of zo, snap je? Dan, ja, dan ben je afgeleid. En als jij over RuneScape praat, zit ik alleen maar van... Hoi, Bek. Oké. Nou, vond je het een... Ik vond het fijn dat je mee was. Ik vond het wel gezellig. Ja, het is wel leuker dan je eentje. Ja, dat sowieso. En dit is sowieso anders dan met muziek. Maar ik ben trots op je hoor. 5 kilometer is echt verder dan je denkt. Ja, ik vind dat niet. Maar ik ben wel blij dat ik het weer kan, zeg maar. Ja, maar als ik zo zie hoe ver 5 kilometer is... Als je dat gaat lopen, is het wel pittig hoor. 28 minuten en 50 seconden heb ik erover gedaan. Netjes, ik ben trots op je. Toch binnen het half uur, wat ik zei. Nou, nu heel snel douchen. Hé, hey, lelijkert. Wat de... Ik ben zo aan het bellen en ineens komt die camera in beeld. Wat is mooi weer bij jou? We wonen op zich best vlak bij elkaar, dus het moet daar ook mooi zijn. Nee, hier is bewolkt. Hier is bewolkt, ja. Dit is geen... Oeh, wat zie jij er leuk uit. Hé, hey, dat is mijn overhemd. Ja, dat klopt. Hé, hey, het is gewoon mijn overhemd. Vind je het leuk of niet? Ja. Hé, hey, hallo, ik ben aan het bellen hier. Hallo. Nee, ik ben even met iets anders belangrijks bezig. Ja, ik kan het echt hebben. Milan, vind jij het ook leuk? Dat dus maakt niet uit of hij het leuk vindt. Nee, okay. Het maakt niet uit. Okay, ik vind het leuk. Ik ben blij dat jij het leuk vindt. En dat ik hem aan mag ook. Dat had ik niet gevraagd. Ik vind het leuk. Dank je. Dit moet wel een beetje zo, hè? Ja, moet wel even zo. Oké, wat wil je vertellen, strandjoekel? Ik vroeg me af wat de Miron aan had. Want even kijken of het leuk was. Nou, hier heb je het. Zijn blouse van Enzo. Ontzettend. Wat heb je eigenlijk die broek hoog? Ja, dat is een rokje. Maar waarom moet dat zo boven die navel? Dat zit zo, dat hoort zo. Oh, dat vind ik niet zo heel mooi. Maar nou, de rest vind ik... Jij hoeft er ook niet zoveel naar te kijken. Het is belangrijk dat Enzo het mooi vindt. Hallo, er vroeg werd een mening gevraagd. Nee, helemaal niet. Jij wilde gewoon kijken, dat zei je. Nou,
Maak het nou niet zo raar. Nee, Enzo die maakt het dan weer meteen raar, hè? Ja, inderdaad. Het gaat erom dat Enzo het mooi vindt. Daar houden we het bij. Ga jij maar even weg. Ik wil even bellen met Milan. Nee. Nee, wat is het, bro? Waarom bel je mij? Ja. Wil je weer in de vlog of zo? Ja, joh, ja, zeker. Heel graag. Ik wil gewoon even weten hoe laat jij komt. Ja, ik kom met een half uurtje, denk ik. Ja, maar dat ken ik. Bij jou is een half uur tegenwoordig volgend jaar met een gelukkig nieuwjaar. Hé, hey Milan, het gaat de laatste tijd hartstikke goed. Ja, dit is lullig van hem. Ja. Hé, ik heb een nieuwe achtergrond op mijn computer, Milan. Kijk. Maar we gaan bellen met Enzo en niet met Miron. Wat vind je van mijn achtergrond? Wat cool. Gaaf, hè? Ja. Cool, hè? Dat, ook, maar leuk. Het is Pokémon. Maar we zijn er binnen een half uur, Milan. Als ik het zeg, dan geloof je het wel. Ja, oké. Okay. Gaan we nog zwemmen, want ik heb de pomp aan, maar ik krijg de verwarming niet aan. Ja, we gaan ook zwemmen. Ga je zwemmen? Neem het wetsuit mee. Ja, we gaan ook zwemmen. We gaan ook zwemmen. Ja, Milan die heeft alles door, hoor. Hij heeft alles door. Het is net oma. We komen eraan, ja? Ja, jullie zijn mijn enige vrienden. Kom maar. Tot zo. Nou, jullie hebben het gehoord. We gaan wederom naar Milan. Er waren ook een paar reacties. Het is niet waar, maar het was wel heel erg grappig. Er waren ook een paar reacties van... waarom noemen jullie het niet gewoon Huizen Milan? Want jullie zijn nooit meer bij jou thuis en zo. Het was wel even een moment dat we echt vaker bij Milan waren dan hier bij mij thuis. Maar bij Milan is het gewoon gezellig. En die jongen die heeft gewoon hulp nodig. En we doen allemaal klusjes bij hem. En we helpen met Malino opvoeden, de puppy. En we helpen in het huis. En het is gewoon allemaal hartstikke gezellig. Het is allemaal gewoon leuk. En wij willen natuurlijk Meet, Lars en Nicole niet dwingen of forceren om mee te gaan en mee te helpen. Maar ja, dus... En nu de keuze. Nicole, ga je bezig met school of ga je mee? Ik moet wel echt nog bezig met school. Ze moet bezig met school. Ja, zie je? Dus, is wel jammer. Ik zwem niet in koud water. Ik zwem niet in... Ja, Nicole is allergisch voor koud water. Ja. Zelfs water koud, dus ga ik niet in. Nee, daar begin ik gewoon niet aan. Waarom zou ik dat doen? Nee. Voordat we naar Milan gaan, wil ik nog even twee hele vette nieuwe dingen aan jullie laten zien. En dat is het volgende, dat er twee gloednieuwe shirtjes op knolpauw.nl staan vanaf nu dat je de video kijkt. Dat zijn deze twee. Deze ga ik straks aan Milan geven, dus die krijgen jullie straks te zien. Maar deze ga ik nu eventjes aandoen. Daar komt ie. Hoppakee. Een nieuw roze shirt past dus perfect bij mijn roze knolpauw pet. Die petjes die komen er dus nog aan. Maar dit t-shirt staat vanaf nu nieuw op knolpauw.nl. En ja, het witte t-shirt ga ik meenemen naar Milan. En dat is niet het enige wat ik ga nemen naar Milan. Want we gaan ook nog eventjes langs de winkel. Want ik heb per ongeluk de wc van Milan kapot gemaakt gisteren. Oeps. De regels zijn wat versoepeld. Dus we mogen met z'n tweeën met één winkelkarretje naar binnen. Super nice. Alleen nu nog eventjes de afdeling wc-bril. Kijk. Yes. Ja, dit wordt mooi hoor. Dit wordt mooi, want we gaan natuurlijk geen normale wc-bril kopen voor Milan. Nee, dat wordt eentje die natuurlijk hartstikke gek eruit ziet. Maar ik zie niet zo heel veel gekken. Nee. Dit zijn zeg maar de normale wc-brillen. En dan heb je hier een paar houten, gekleurde. Je hebt hier een poes. Je hebt deze, je hebt een schoen. Ja, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Het is niet echt iets dat ik denk van... Dat is heel erg grappig of zo. Ik had eigenlijk gewoon een hele... grappige wc-bril willen kopen. Ik heb op internet gezocht op wc-bril met foto geprint. Nergens mogelijk. Tenminste, ik heb het niet online kunnen vinden, want anders dan had ik zeg maar mijn hoofd zeg maar aan de binnenkant willen doen. Dus had ik mijn hoofd hier aan de binnenkant geprint en dan deed hij de wc-bril open en dan zag je mijn hoofd, weet je wel. Nou, dat leek me heel grappig, maar... Maar goed, ja, wat nu? Gaan we het doen met een magere poes? Bijvoorbeeld, of die. Stom, hè? Stom, hè? Beetje tegenvallen, dit. Ik denk dat we dan nog even verder moeten gaan zoeken op internet of zo. Even voor een grappige. Ja, of we kunnen gewoon. We kunnen ook een keertje serieus doen. Ja. Gewoon zoiets. Is ook wel mooi, toch? Ik vind zwart wel mooi, alleen die spikkels weet niet of dat bij Milan in zijn wc past. Ja. Dan zou ik eerder gewoon echt zo'n zwart doen. Nee, want die zwarte die wordt heel snel stoffig en vies. Dat zie je ook, ja, hè? Ja, dat is wel zo, ja. Dus daar moet je ook naar kijken. En dit is niet helemaal pikzwart. En dit glinstert, hè? Dit is glad. Dit is niet glad. Dus dit kan je heel makkelijk schoonmaken. Daar moet je allemaal aan denken. Ik kom met soft clothes. Niet dat je laat vallen. Kijk,
kijk dat. Ja, dit is soft close, ja. Dat laat je hem van... Oh. Huh? Nee, bij mij ging die wel. Nu ook niet meer. Net wel, maar dan had ik hem... Huh? Hè, wat raar. Zo net zag ik inderdaad dat die heel zachtjes ging. Nee, je wil soft close eigenlijk. Soft close. Juist. Kijk, okay, dan kan je hem niet dichtgooien. Oh. Oh, dat kan wel. Maar het is soft close. Kijk, zie je? Dat is wel ideaal. Maar en deze dan? Dit is nooit soft close. Dit is echt keihard. Ja, dit is keihard. We hebben een bril gekocht. Ik weet niet of hij er blij mee gaat zijn. Nope. Ik denk dat hij het misschien best wel chill zou vinden nog. Ja, alleen is het voor gasten wel echt raar. Ja, het is voor mensen die langskomen. Of als je een zakelijk gesprek hebt en je ziet zo'n toilet, is het misschien een beetje gek, ja. Maar ik denk niet dat hij hem wil. Denk je niet dat hij hem wil? Nou, hij gaat hem aannemen als het duur zat. We gaan hem gewoon installeren. Dat zou wel mooi zijn als we niks zeggen. Als jij hem afleidt. En dat we dan, gewoon op die manier, hè? Nou, gaan we maar eens naar Milan. Dan ben ik benieuwd hoe die gaat reageren straks. Oké, ik heb goed nieuws. Milan die is bezig in de achtertuin bij het zwembad. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga de voordeur openzetten. En dan hoef ik niet via de achterdeur. Hij heeft niks in de gaten. Doen we even de kofferbak open. En dan kan ik helemaal mijn eigen gang gaan. Kijk, kan ik zo via de voordeur. Heeft Milan nergens last van, hoort hij ook niks. Dit is echt perfect. Dit is perfect. Myron is Milan aan het afleiden. Ja, zo, daar zijn we. Nou, deze gaat eraf en die wordt vervangen. Want die heb ik gesloopt. Kijken of ik dit kan installeren, gemakkelijk en snel. Ik hoop het. Oh, ik snap het al. Oh, dit gaat wel goed komen. Ja, dit gaat wel goed komen. Ik weet hoe het werkt. Het is echt super simpel. Ja, dit gaat lukken, dit gaat lukken. De nieuwe wc plaatsen is niet zo moeilijk. Maar de oude wc weghalen is moeilijk. Moeilijker, laat ik het zo zeggen. Oké. Stel voor Milan komt onverwachts. Leg ik dit eventjes aan de zijkant. Oké, ik ben even bij Milan in de kelder. En ik ben even wat gereedschap aan het zoeken. Oh shit, ik hoor iemand boven. Iemand is handen aan het wassen bij de keuken. Hoor je dat? Oké, ik ga hier gereedschap pakken. En dan moet het werken. Kom op, alsjeblieft Enzo, jij kan dit. Een wc-bril vervangen, dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn. Kom op. Deze heb ik nodig. Tenminste, ik denk deze. Anders een van deze. Daar ben je. Sst. Ik was jou aan het zoeken. Ja, dat hoorde ik. Ik hoorde jou de hele tijd boven mij lopen. Maar ik ben dit toch stiekem aan het fixen. Oh, ik dacht dat jij weg was. Nee, je moet hem afleiden. Ik maakte me zorgen. Nee, ik ben toch bezig. Het is moeilijker dan je denkt. Ja? Ja, ga hem afleiden. Maar ik moet ook plassen. Ik moet nog steeds plassen. Ik kan hem niet even. Ja. Je kan plassen, maar er zit geen bril op. Nee? Nee, kijk, de bril is eraf. Kijk, ik moet deze dingen nu eraf halen. Nou, ga maar snel plassen. Ik kan ook boven plassen. Ja, doe dat maar. Hey, Malino. Hey, Malino. Kom je even kijken wat ik aan het doen ben? Ja, ik ben een nieuwe wc aan het fixen voor je baas. Ja, ik ben een nieuwe wc aan het fixen. Maar niet tegen hem zeggen, hè. Het lukt me gewoon niet. Het lukt me niet. Ik heb een hamer, ik heb een zaag. Dit is echt veel moeilijker dan je denkt. Want die wc-bril is compleet vastgeroest. Met echt een mega lange schroef. Misschien kan ik het aan jullie laten zien. Kijk, ik heb hier allemaal gereedschap. Maar kijk, hieronder, deze is echt compleet verroest. En dat zit daaronder vast. En hier is het helemaal afgebroken en allemaal vies al. Maar dit ga ik nu proberen af te slaan. En dan hoop ik dat hier een schroef zit. Waardoor ik het los kan krijgen. Want deze twee zitten muur vast, joh. Door die vastgeroeste shit daar. Niet zo makkelijk als je denkt. A few moments later. Yes. Yes. Zo, wat een roest. Wat een roest. Moet je eens kijken, joh. Het is helemaal vastgeroest. Helemaal vastgeroest. Dus ik ben met de hamer en al ben ik aan het slaan. Ik hoor jou ook al de hele tijd, ja. Waarom heb je niet geen meer één keer... Yes. Oh, nice. Ik heb hem. Maar die schroef is nu ingevallen. Nee, die valt hier beneden. Oh, gelukkig. Dus nu ga ik de wc schoonmaken.
Vandaar dat ik ook handschoentjes aan heb. Dit kan weg. En nu is het serieus. De nieuwe wc-bril die ik heb gekocht, die kan je op maat verschuiven. Oh, chill. Dus hij past 100%. Het enige wat ik nu hoef te doen, is hem hier doorheen te halen. Ja. Hier doorheen. En die andere heeft een schroefmechanisme van plastic met een hendel. Oh. Dus dat is niet meer die ouderwetse troep zoals dit. Oh, chill. Dus die kan ik heel mooi eronder vast doen en dan is hij klaar. Ja, sick. Dus het gaat lukken, maar ik heb wat gereedschap moeten gebruiken. Het duurt ook echt lang. Ja, ik zweet gewoon ook. Zo, die wc is zo wit is hij nog nooit geweest. Hij is schoon. Oké, hier heb ik de nieuwe toilet. Perfect, perfect. Het enige wat ik nu hoef te doen is nog vast te draaien. En dan ben ik als... Oh nee, dan nog één dingetje. Ik zal... Oh, alles tegelijk. Ik zal jullie laten zien hoe makkelijk dit systeem is. Want kijk, nu heb ik van deze dingen die ik vast moet draaien. Dus wat zo net helemaal vastgeroest was, dat kan je nu vastdraaien met deze. In plaats van zo'n mini schroefje. Dus dit is veel chiller. Kijk dan, joh, hoe makkelijk. Oké, dan zou je denken hij is klaar. Maar hij is nog niet klaar, dames en heren. Ik heb nog 2 onderdelen nodig. En die heb ik voor de zekerheid boven neergezet. Zodat als Milan zou komen, hij het niet zou zien. Kijk, die liggen hier. Hoppakee. Dit zijn ze, de laatste 2 onderdelen. En dan kunnen we Milan gaan halen. Yes. Het is gelukt. Oh my god. Het is gelukt. Oké, hij doet het. De wc-bril komt er wel tegenaan, maar boeien. Hij is klaar. Nu nog eventjes goed, heel goed mijn handen wassen. Ook al had ik wel handschoentjes aan voor het meest van de tijd. En dan kunnen we Milan erbij halen. Milan! Yo! Hey, ik heb iets voor je. Hey. Laten we vooropstellen dat dit Enzo's idee was, dus word niet boos op mij. Ik heb iets voor jou gefixt. Nou, ik ben ontzettend blij. Ik heb iets voor jou gefixt. Nu al heel ontzettend blij. Bro, kom. Ik weet niet of ik moet lachen of wat. Oh, ik weet het al. Ja, ik heb per ongeluk gisteren jouw wc-bril kapot gemaakt. Ja, en dan heb je niet eens zelf gezegd, Lars vertelde mij dat. Ja, maar ik had het ook helemaal niet door. Jij appte mij, hey bro, wc-bril is kapot. Hoe kan je nog niet doorhebben dat een wc-bril kapot? Nou, omdat hij gewoon nog erop zat en ik heb gewoon lekker gepoept en... Ja. Als je het bril naar beneden doet, dat kon al niet meer. Nee, maar ik heb hem ook niet naar beneden gedaan. Ik had hem gewoon omhoog gehouden. Dus ik had het niet door, anders had ik het echt wel gezegd. Maar hey, zo eerlijk ben ik wel. Ja, en ik heb een nieuwe gefixt. Ja, dat dacht ik al. Ik heb een nieuwe voor jou gefixt. Ik denk dat je zo'n eentje hebt gehaald met prikkeldraad. Nee? Nee? Nou, maar gaan we even kijken. Het is wel zo dat we eerst naar toiletten met afbeelding gezocht hebben, inderdaad. Ja. Maar dat is het niet. Ik vind het wel heel fijn dat je het zo snel fixt. Je bent sneller dan een aannemer. Ja, goed hè? Want je bent sneller dan de tuin. Gisteravond kapot, nu al gefixt. Zelf gemonteerd. Gedaan, hè? Dat is ook wel sick. Want ja. Ik moest jou afleiden en hij ging het fixen. Zeg. En ik heb je hele wc schoongemaakt. Oh, ja, ik ruik het, bleek. Ja. Nou, ga maar kijken naar je nieuwe toilet. Nou, dankjewel. Ik ben spannend! Nooit tegen de deur aanlopen! Nou ja, bro! Oh mijn god! Ik ga allemaal denken dat ik... Kun je nog lekkerder poepen? Ja toch? What the fuck is dit? Je hebt ook 3! 2. Oh, 2? Oh ja, dit... Oh. Ja, ga maar even zitten. Ga maar even zitten, ja. Ja, mijn squat body. Ja, kijk dan. Maar nu werkt de squat body. Nee, dat zei ik ook al. Nu werkt hij niet meer. Ja, die, kijk, zeg maar, bro, jouw voeten. Ja. Maar zo'n squat body is bedoeld om zeg maar je benen niet in 90 graden te hebben, maar ietsjes hoger. Dat schijnt beter te zijn voor het poepen. Voor stoel gaan. Maar goed, daar moet je iets voor verzinnen. Daar moet ik iets voor verzinnen? Ja, bro. Bro, nee. Dit staat toch nergens? Check die leuning. Kijk even die leuning. Check hoe chill. Kijk dan. Dit is toch sick? Ja, maar
Je hebt gewoon een super luxe toilet, man. Bro, dit is zo raar. Hé, hey, en ik zweer het je, als oma langskomt, zal ze echt zo blij zijn. Maar oma komt nooit! Ja, maar als ze komt, dit is met verhoging. Het is beter voor haar knieën, dat is echt zo. Hoe leg ik dit nou weer uit? Ja, maar ik kon Enzo niet stoppen. Ik zei, Milan wil dit niet. Ja, hij wil het wel. Ik zei, ja, maar wat als hij het nu wil? Hij krijgt hem gewoon, dat is hartstikke duur. Ja, bro. Ja, wat stom. Nee, je hebt gewoon een nieuwe wc nu. Maar ik ben heel blij dat ik überhaupt al een nieuw toilet krijg deze zomer. Dus dat scheelt, maar dan gaat hij er wel uit. Nee, dan monteer ik hem weer opnieuw. Nee. Ik weet nu hoe het moet. Bro, je wilt niet weten hoe vies en smerig die verroeste schroeven waren in... Dat is gewoon gevaarlijk. En ik heb dat nu verholpen. Ik heb jou een gloednieuwe toilet gegeven. Maar iedereen moet nu ook mijn squatty potty gebruiken verplicht. Want kijk. Ja, je zit gewoon... Anders zit je te vliegen. Je komt niet bij de grond. Kun je nagaan als je kleiner bent als ik? Ja, als je een kind uitnodigt. Ja, maar dan lijkt net alsof je in een zweefmodus zit. Ik zat er gewoon in, ja. Zo. Nou, dit is niet te doen. Wat kut. Ja, ik zei dat ook. Ja, maar hij is al geïnstalleerd, vastgeschroefd, alles. Ja. Ik ga je echt niet uitleggen hoe dat moet, dus... Ik ga gewoon bovenplassen elke keer. Ja, maar je hebt wel goed verhaal als iemand aan een wc moet, zeg je wel. Kun je wel gewoon even... Ja, want daar doe je het voor. Want je hebt namelijk een toilet om voor een goed verhaal, Miro. Kan toch? Nee, dat is toch raar. dit kan ook niet naar achter. Nee, je moet altijd je steuning gebruiken. Daar kwam ik ook later pas achter. Maar goed, ik moet poepen. Ik wil wel eens ervaren hoe dat is. Je landing is veel hoger nu. Ja, ook dat. Maar kijk, dit is... Kijk hoe diep dit is. Ja, dit kijk is echt dan. Heel diep. Dit is echt heel diep. Dit is echt een hele verhoging. Het is ongeveer 8 centimeter verhoging. Ja, man. Ja, wat ik ben ook helemaal niet... Ik ben aan de ene kant blij dat je zo snel gefixt, maar aan de andere kant ben ik ook heel erg teleurgesteld. Ja, maar dat is het. Wil je 3 weken wachten en had je weer dezelfde ervoor teruggekregen? Of nu de volgende dag meteen een nieuwe? Dan zou ik toch voor die nieuwe, ja. Zullen we anderen die idee ook uitleggen? Nee, want dit is gewoon nu het belangrijkste. Nee, maar ik wil dat heel graag. Nee, dit en dan had hij kunnen, dan misschien zegt hij, oh, dat had ik liever gehad. Wij hadden eerst in de winkelwagen, hadden wij een wc-bril, een normale, een witte. Serieuze? Alleen dan hadden we aan de binnenkant van die wc-bril, dus dan hadden we zeg maar hier zo, hadden we een spiegel geplakt. Oh, wat cool. Oh, dat vindt hij cool, hoor. Ja, dat is geniaal. Want dan doe je hem open en dan zie je gewoon hoe je plast. Maar dan plas ik elke keer op die spiegel, gewoon expres. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat is wel dat grappig. Dat zouden we eerst kopen. Dat hadden we al in ons mandje liggen. Op de weg terug kwamen we dit tegen. Ja, dat was 2 keer zo goedkoop. Maar toen zag ik dit met die leuning. Ik wil niet veel zeggen, maar mijn... En dat heeft Myron bevestigd. Mijn poepenbezoekjes duren gemiddeld 30 minuten. Ja. Dan is dit. Dit is een droom dan. Ja, maar ik ben niet jou. Had het in jou huis. Ik poep in 2 minuten, bro. Ja, ik ga gewoon... Door het ding. Altijd als ik nu moet poepen, ga ik naar Milan. Ja. Nou, raar. Maar is goed. Nee, maar serieus, ik moet even poepen. Moet je ja. Even poepen? Ja, ik moet echt poepen. Je hebt net gehad. Ja, maar ik poep vaker. Weet je wie dit is? Ja, Van Gogh. Ja. Nee, dit is Vincent van Vogh. Ja, goeie. De camera. Dat was de Jeremy's grap, moest ik even jatten. Zo leuk. Ja, dat is een leuke grap. Nou, ga maar weg. Ik ga als eerste... Ja, want ik moet hem... Ik wil dat idee uitvoeren, die andere. Nee, ik moet hem... Nee, geen idee meer. Nu allemaal klaar. Ik wil je er ook niet meer. We hebben nog een idee. We hebben iets meegenomen nog. Maar dat is echt leuk. Milan, dat is echt leuk. Ik ga poepen. Ik ga hem inwijden. Maar doe alsjeblieft... Oh, wat een hoge landing, hè. Bro, als jij poept op de rand, hè, dan moet ik... Je moet dit helemaal zo erin boeten. Nah, ja, maar ik heb hoogtevrees. Ik weet niet of ik dit durf. Ja. Moet je kijken hoe diep dit is. Jeetje. Ja, deurtje dicht. Ja. Ja, dankjewel. Ik ga sowieso eerst eventjes wat wc-papier erin doen. Want kijk. Zo. Anders dan wordt mijn kont nat. Ken je dat? Als je zeg maar zo en dan plonk. Nou, weet je, genoeg over wc en poep. Ik ga er gewoon even gebruik van maken en dan is hij ingewijd en dan is hij klaar voor verder gebruik. 1 hour later. Zo, ik ben klaar. Ik ben gewoon vrolijk. Ik ben gewoon vrolijk. Ja, mooi. Ja, jij wil nu het andere idee uitvoeren, hè? Ja, maar Milan die zit achter de computer. Maar we kunnen onszelf wel laten zien. Je moet heel even dit zo fixen. Zo, ja. We kunnen onszelf wel bij Milan laten zien. Dan kan hij wel even reageren en dan doen we het uitvoeren. Oh, want Milan zit in een meeting. Ja. Ah, die man heeft het ook zo druk. Nou, hier ligt niks in. Nee, maar ik doe hem gewoon even open. Want
Het is vet cool dat hij automatisch kan. Ik was even vergeten. Ja, klik. Oh, hier. Ook open, ook automatisch zo. Jeetje, mooie schoentjes. Ja joh, dat bad van Milan is veel te koud, dus we hebben daar wat voor bedacht, hè. Kijk eens even, mooie pakjes. Nou, gaan we. Ja, dit is weer een ander ideetje van ons. Zou Milan ook weer heel blij mee zijn. Nou, op zich maakt dit niet zoveel uit, want hier hoeft hij niet zoveel voor te doen. A few moments later. Zo, we zijn er klaar voor. Bam, we gaan zwemmen. Ja. Als het water te koud is, dan kleden we ons erop. Dan moet je gewoon dit aan doen. Hoppakee. We gaan even kijken wat Milan ervan vindt. Wat gebeurt hier? We zijn klaar om te zwemmen. Wat was dit dan weer? Wat is dat? Een wetsuit. Het zijn wetsuits, omdat jouw zwembad nog zo koud is. Ja. Ja. Dat is toch slim? Het zijn schoentjes. Ja, dat is super slim, ja. Oh, ja. Het zijn schoentjes. Ja, we hebben schoentjes, alles. Oh, wat goed. Ja, ik heb het ook een beetje koud nu. Een beetje kippenvel. Ja, dat bedoel ik. Wij niet hoor. We hebben nergens last van. Ik heb warm, ik zweet hieronder. We hebben het gewacht hierin. Ja, ja sorry. Er moet gewoon geld verdiend worden, hè? Oh. Ja, Milan die moest even bellen en alles. Maar hey. Zou het echt koud zijn of zo? Tuurlijk, het is nog steeds koud. Het is nog steeds heel erg koud, ja. Maar je hebt een soort van extra laagje, net als wat zeehonden hebben, zeg maar. We hebben een extra laagje, net als wat zeehonden hebben. Nou, als het goed is, Milan daar een soort van... Ja, dit is een soort duikplank idee. Niet dat die zakken staan, want dan gaat dat ontploft toch, dat is zout. Ontploft? Ja, zout ontploft. Zo maak je bom, hè? Gaan we tegelijk duiken. Waar is de zon ook gebleven, joh? Ja, de zon is een beetje verdwenen. Dit is echt top. Gaan we duiken samen? Ik neem wel even afstand, want er komt sowieso koud water mijn kant op, waar ik geen zin in heb. Gaan jullie tegelijk, want dan breekt misschien die pallet. Ja, dan springen we tegelijk dan. Maar hij is er iemand die dan niet gaat, zeg maar. Waarom vul je dat altijd? Milan, hij is er iemand die dan niet gaat, hè? Klopt. Je ziet wel wat er gebeurt. Nou, spring. Klaar voor? Wel echt gaan, hè? Ja, ja, wel echt gaan. 3, 2, 1. Oh! Oh. Oké, het is nog steeds wel koud. Het is nog steeds wel koud. Maar wel minder dan normaal. Ja, toch mee. Woe! Wow, dit voelt zo goed. Woe! Lekker zwemmen in die water. Woe! Woe joh, gek. Ja, het ziet er goed uit. Lekker hoor. Lekker warm. Hier, deze er even bij. Valt mee hoe koud het is? Ja, het water is nog koud, alleen bij de plekken waar we het niet tot pak hebben. Dus handen, klein stukje bij de enkels en ja, vooral je hoofd gewoon. Maar bij de voeten valt mee, hè? Ja, bij de voeten niet zo last. Ik heb al wel handschoenen binnen en een sjaal. En een muts. En een muts. Ik ga hierop, hè? 1, 2. Ja, dit valt wel mee, hoor. Kan ik ook zo'n salto doen als wat jij deed? De achterover salto, ja. Kijk dan, trappetje, hoppakee hoor. Ja, heerlijk. Nou, salto achterover. Van allebei. Ga jij maar eerst, doe het. Ik hoop dat ik niet de rand raak. Nee. Je moet gewoon verder achter springen. Ik ging helemaal naar de overkant. Zo ja, ik sprong zeg maar van daar, sprong ik helemaal daarheen. Ja. Toen landde ik op het putje. Naar achter, hè? Ja, ja. Anders duw ik je in de lucht nog. Nice. Nee, dat was wel naar achter, hè? Die was goed, toch? Ja. Ja, die was nice. Wat denk jij? Hé, maar nu kan ik alsnog salto doen achterover met mijn knie. Want in de water, zachte landing. In de water, zachte de landing. Klaar? Ja. Hoppakee. Zo. Je deed echt snel. Ik deed best snel. Bij Miron ging het echt heel elegant en bij jou was het echt... Ja. Ja, maar dit is echt te doen, want ik blijf nu gewoon staan. En hiervoor was het gewoon meteen... Ja, als je erin stond, kon je niet praten. We kunnen ook echt met de wetsen, we kunnen ook zeg maar zo surfen. Stop nou even met dat water hier aan de zijkant. Dit wordt weer helemaal cement. Of niet cement bedoel ik. Zo. Dat zakt. Wat dan? Oh! Nou, chill. Dit is helemaal top. Ja, goed gedaan, man. Ik ben heel blij. Ik ga even poepen op een nieuwe toilet. Ja, yes! Milan gaat poepen! Ik ben nog nooit zo blij geweest dat Milan ging poepen. Ja, ik laat je wel weten als het klaar is. Ja. A few moments later. Wat gebeurt er? Jullie zeggen ineens allemaal auw. Wat is er? Auw! Dit is niet goed. Wat dan? We staan onder stroom. Als ik...
Probeer maar eens aan te raken, Milan. Wie schrijf jij dat ook? Is hier zo de eenheid. Oeh, ja. Dit is iets niet goed, hoor. Je is zo aaien. Nee, niks. Nee. Au! Doe je hand, is nat dan. Misschien. Huh? Dit is iets niet goed. Ja, ik wou jou zo aanraken en ik voel gewoon alsof je... Au! Au! Dit is iets niet goed. Staan niet aanraken! Au! Au! Ga weg! Nee, serieus. Doet dat echt pijn? Ja. Het is echt alsof je een schokdraad vasthoudt. Ja. Au! Wat nou? Niet doen. Ja! Hou op! Ik vind het niet leuk. Nou, wat een goede pakken. Wat een goede pakken. Niet doen. Marjan, ik raak in paniek. Ik krijg je niet doen. Marjan, echt niet doen. Kap. Kap. Marjan, kap me. Nee, even serieus. Hoe kan dat? Ik weet niet hoe dit doe eens bij mij high five. Ik pak uitdoen. Au! Oh, wat de hel! Dat bedoel ik. Oh, hoe kan dat? Als jouw hand nat is, oh, het water is zo. Doe je hand nat. Nee, stop, ga weg. Ik ga helemaal onder stroom, voel maar. Ja, nee, ik durf, nee. Nee, maar ga weg. Hou op. Au, dat nou. Ik vind het echt niet leuk. Wacht even, kunnen die pakken tegen zout? Want er zit zoutwater in, hè? Geen chloor. Ik weet niet wat er aan de hand is. Surfpakken. Wij hebben gisteravond Code 8 gezien, die film op Netflix. Ja. Dat gaat over een elektricus. Stop! ik word ook zo. Ik vind het wel lekker voelen eigenlijk. Oh, dat is dat ze zo bzzz, ja. Met die handen. Ja, ja, ja. Auw! Stoppen. Ik doe dit pak uit. Dit is raar. Dit ja, ik ga, je ook geen, ik ga je ook geen hand geven nu. Dat klopt niet. Huh? Er klopt iets niet. Nee, dit is niet goed. Dit is maar het doet echt pijn. Ik gaf je net een hand, deed echt pijn. Ik geloof niet. Echt, nee, ik geloof je. Ik voel hetzelfde. Ik vind het niet echt pijn. Ja, maar Miron, we gaan er niet zo stoer doen. Jij hadden stoer. Ja, god gloeiende. Waarom heb ik een gat in mijn tuin? Nee, maar even serieus. Voor als iemand het weet wat er aan de hand is met ons. Wil je mij eens proberen? Nee, ik wil je niet proberen. Dat vind ik heel raar. Nee, doe eens hand vasthouden. Miron! Ik weet niet of het bij jou stop! Even mijn hand op nat. Box, geef een box dan. Nee. Ja, het is echt raar. Jij nee, hebt... wij hebben nee, nu niet meer. Jij hebt het in ieder geval zo net gevoeld bij mij. Ik heb het nu niet meer. Wat de hel? Echt door iets van het pak op. Een statische lading of laat zo. Laat weten in de reacties als iemand weet hoe dit kan. Want serieus, het was echt een volle prikdraad en dan schok, ja. Schokdraad gevoel. Trilling. Maar er is vast wel iemand die bij mij nog? Scheikunde, natuurkunde dingen weet. Nee. Nee, nu niet meer. Misschien omdat wij beide misschien dat omdat wij daarop stonden. Nee. Jouw zwembad is gesaboteerd. Nee. Is dat zo? Nee, ik weet niet. Daar is stroom. Ik heb bonnetje nog, hè? Ik heb bonnetje nog. Kan nog ruilen. Nee, dat is echt dat trapje. Het jawel, ga staan op het trapje. Au! Ja, ik zweer het je! Ja. Ik zweer het je! Pak haar nu vast, het komt door het trapje. Au! Het trapje, ik zweer het je. En dit is rubber, dat geleid. Ja. Oh. Dat is zo. Oh mijn god, ja, dit doe is je schoenen. Oh mijn god, dus wij geleiden de stroom van hieronder. Maar er zit geen stroom onder. Jawel, er zit hier iets van stroom. Jij hebt ledverlichting daar. Ja. Je RGB. Ja, dat, maar dat staat aan. Jij hebt RGB. Ah! Kappen! Jij hebt RGB. En RGB leidt naar jou. En jij geeft dat door aan mij. Maar RGB is niet stroom. RGB ja, is een kleur. Maar dat, die kleur krijgt stroom. Zou ik proberen als ik dit uitdoe? Dit is echt, dit is mysterieus. Hoor. Oh, nou doe je schoenen. Oh, dat is slim. Ah, wat de hel? Waarom ja, deed je dat dan pijn, weer? Dat deed al pijn. Dat bloed me krijgt. Oh, ik kreeg schok. Ja. Hier, alvast. Au! Nee, dat deed geen pijn. Nee, ik schrok gewoon. Ze zeggen dat het overal ouwe. Ja, je schrok. Ik was ook schrok. Nu is het in één keer heel koud. Ja. Holy shit. Je hebt toch schoentjes aan? Oké. Okay. Nee, nu niet. Nu niet? Het geleid door. Je moet niet gaan zwemmen met rubber schoentjes. Nooit zwemmen met rubber schoentjes. Dat is niet goed voor je geleid. Ik ga dit echt even melden inderdaad. Ja. Dat is heel raar. Dit maar wanneer is apart. Ga je met de rubber schoenen erin? Stel voor. Nee, maar het is toch niet goed dat dat bad statisch nee, geladen is. Want als jij hier kinderen op visite kreeg en die gingen hier zwemmen, dan waren die ouders niet blij. Met van die rubberen zwembandjes. Dat bedoel ik. Bzzz. En sommige kinderen schimmel. Dit is geladen. Wat is... Doe dit maar eens en zo. Au! Ik weet niet of jij dat ook voelt. Het komt door mijn pak dan. Komt door je pak. Ja, je bent niet goed wijs. Ja, pak hem aan. Ik spring op jou en dan krijg je een schok, hè? Waarom duw je er niet gewoon heen? Ik pak je, hè? En zo. Nee, ja, te zo laat. Zo ben ik niet. Nee, zo ben je niet. Nee, klopt. Nee. Nou, leuk deze statische lading allemaal. Leuke ja. Pakjes, hè? Ik schrok ervan. Nou, Milan, bedankt dat we mochten zwemmen.
Ja, graag gedaan, was leuk. Ja, hier heb je het bonnetje van het toilet, van de wc-bril. Nou, dan kan ik hem even ruilen. Nee, als je dat gaat doen, jongen. Ik schroef hem weer om. Ik zou het doen. Nee, niet omruilen. Ik heb nog een... Marino, attack! Ik heb nog een cadeautje voor je. Dit ga je wel echt leuk vinden. Kijk, dit is het allernieuwste knolpower shirtje. Oh, nice. Thanks, man. Yes, very nice. Ja, oh, wat toevallig, EK. Ja, en zijn knol. Daarom ook. Gedaan. Dus ja, deze nieuw, zoals jullie al wisten. Ik weet niet hoe deze eruit ziet. En deze ook nieuw. Nee, en zo even nog. Oh, deze heb ik al gezien. Dit is een beetje, dat lijkt op die... Windjacket. Ja, windjacket. Ja, die sporttas, die heeft ook dit. Ja, en de sporttas ook, oh, ja. Oh, hier ook. Oh, cool. Vet, man. Oh, bij de kanten. Ja. Oh, ik dacht al, wat is de voorkant? Ja, dat zie je, een labeltje. Ja, dat is echt mooi. Vet, man. Dankjewel, bro. Alsjeblieft. Deze ga ik zo meteen even rocken. Oké, is cool. Rustig aan. Dan ga ik even zeggen, niemand koopt dit, niemand. Nee, hoor. Doei, Marlino. Oh, kom maar er langs. Marlino, kom maar. Doei, doei. Mees en Lars die zijn nog steeds niet thuis. Die eten ook niet thuis. Dus lekker met de meiden pizza. Ja, heerlijk hoor. Wordt even geknipt. Niet in de haren, maar in de pizza. Maar kunnen je haar knippen? Nee, hoeft niet. Oh, jammer. Net gedaan, joh. Heerlijk. Pizza Hawaii. En voor iedereen die zegt dat pizza Hawaii geen echte pizza is. Volgens mij. Dat ben ik. Volgens mij is het toch echt pizza? Ik zie toch echt een pizza hier voor me. Van twee zelfs. Ja. Meerderheid. Je hebt tonijn. Ja. Oké, lekker. Smikkelen. Eten smakelijk. Oftewel, bon appetit. Oftewel, weten jullie nog iets in taal met eet smakelijk? Kom op, eet smakelijk en bon appetit. Ja, en bon appetit is in het Frans. Ja, bon appetito volgens mij in het Italiaans. Dus hebben we al drie. Yes. En wat is het in het Duits dan? Smekkelig essen. Nou, dat zou best kunnen. Ja. En in het Engels? Have a great meal. Zeggen ze dat echt? Eat smekkelijk. Ja, smekkelijk eten. Ja, smekkelijk eten. Dat is in het Engels. Let's go. Meal. Het is gewoon have a good meal, toch? Ja, zoiets. Of enjoy your pizza. Enjoy, ja. Lekker hoor. Nicole ook even lekker aan het knippen. Zo raar dat ik je haar niet mag doen. Ik snap het echt niet. Niet met die schaar. Zo, dames en heren. Myron die heeft lekker een Sims avondje gehouden. En ik heb lekker een Call of Duty avondje gehouden. Het was heerlijk. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij de nieuwe vlog. Om 4 uur. We gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg. Dikke, vette. Peace. Knol power.